Een heel emotioneel moment was het voor de voorzitter van de stichting Zoeëet toen bekendgemaakt werd dat Staatsolie het ontbrekend bedrag om de 1 miljoen SRD te halen had gedoneerd. Het directielid van Staatsolie, Anand Jagisar, deputy director downstream, gaf aan niet arrogant te willen zijn, maar dat Staatsolie naar draagkracht doneert. En ik ben heel erg trots op alle bedrijven die naar draagkracht toch hele grote bedragen hier hebben gegeven. Maar ook Staatsolie gaat naar draagkracht voor dit mooie doel en voor deze transparante organisatie. Ik hoorde vorig jaar dat jullie zelfs een accountantsrapport hebben, is geweldig. Zulke organisaties willen we graag helpen. En het doel is ook fantastisch om de mensen terug te brengen op een goede manier in de gemeenschap. En vandaar dat Staatsolie gemeen om dit bedrag, eigenlijk om jullie doel te halen, aan te vullen. En dat wordt het bedrag. En het bedrag is 470.000. Namens Zoeëet en Stichting voor het Kind wil ik Staatsolie hartelijk dank zeggen. We hadden niet bij onze stoutste droom niet kunnen denken dat we 1 miljoen zouden halen. Wij zijn wel een beetje arrogant, we hebben het steeds voorgekomen dat dat onze droom is. Yes, en yes. Dit is het bewijs dat je de droom nooit moet opgeven. Namens Stichting Zoeëet en Stichting voor het Kind en alle vrijwilligers, alle mensen die hebben gedoneerd en hebben geholpen, wil ik Staatsolie enorm hartelijk danken. Giwani Seggen, voorzitter Stichting Zoeëet, die gisteravond aangenaam verrast is door Staatsolie, die een bedrag van 470.000 SRD heeft gedoneerd. Dit betekent dat het streefbedrag 1 miljoen SRD gehaald is, bestemd voor de Stichting voor het Kind. Bisschop Karel Tjuni, voorzitter van de Stichting voor het Kind, voelde een diepe dankbaarheid. Trots op de Surinaamse samenleving, in het bijzonder op het bedrijfsleven. Ik denk dat iedereen heeft draagkracht gegeven. En maak ik duidelijk voor mij dat we samen veel kunnen bereiken. En zoals Giovanni zei, droog. En met beide benen op de grond. En dan komt het terug. Hartelijk dank aan heel de Surinaamse samenleving. En Zoeëet, het bedrijfsleven. En heel bijzonder dank aan Staatsolie. De droom van Zoeëet waar heeft gemaakt. En uw droom. Dank u wel. Nou, dank u wel, bisschop. Gefeliciteerd met het moment. Het harde werk gaat nu beginnen. Ja, nu pas beginnen. Heel mooi moment. De MC Rosita Leeflang gisteravond bij de afsluiting van de Zoeëet donatiecampagne in het Suriname Dream Café aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Zoeëet heeft besloten dit jaar geld in te zamelen voor de Stichting voor het Kind die een doorstart wil maken. De instelling sloot eind 2016 de deuren omdat er geen geld was om verder te kunnen. Het nieuw bestuur van de stichting onder leiding van bisschop Karel Tjuni heeft de draad weer opgepakt. De Surinaamse samenleving en verschillende bedrijven hebben in totaal 530.000 SRD gedoneerd.